In Canada is een man gearresteerd die verdacht wordt van de bomaanslag in de Antwerpse Diamantwijk in 1981. Daarbij vielen toen 3 doden en meer dan 100 gewonden. De arrestatie kwam er op verzoek van de Franse justitie. De man zou ook betrokken zijn geweest bij een aanslag in de buurt van een synagoge in Parijs in 1980. Daarbij vielen toen 4 doden. De verdachte ontkent alle schuld. Hij riskeert 30 jaar cel in Frankrijk. Ook het Belgische parket wil hem vervolgen.